Dit is een flinke boom die weg is gehaald. Hier zijn er, daar zijn er nog een paar kleinere. Als we deze kant op gaan, is er hier nog een restant van een boom. Er is daar een restant van een hele grote boom. Nou, die boom die zal, nou, wat zal het zijn, zo hoog zijn als die boom daar. Wat is het, 20 meter hoog of iets dergelijks. Ja, het is verbijsterend. Het raakt me heel erg, want ik ben gehecht aan die bomen. En dat iemand denkt dat hij op die manier zo brutaal en zo botweg de wet kan overtreden en denkt daarmee weg te komen, dat zegt wel iets over het karakter van die man. De man die de bomen weg heeft laten halen kon niet voor onze camera reageren. Hij heeft zijn pand verhuurd, onder zit een restaurant en boven wonen studenten. En een van die studenten, Jasper, die wilde ons wel vertellen wat hij ervan vindt dat de bomen nu weg zijn. Ik vind het meer dan terecht. Ik bedoel, het was gewoon een gevaar voor mensen in het restaurant. Maar ook voor ons, want die bomen, het hoeft maar net verkeerd te waaien en die bomen vallen hier op het huis. We hebben hier meerdere malen al een storm gehad dat we hier met z'n allen buiten op het terras zaten of net binnen achter de deur. Dat we dachten, het zou nou zomaar kunnen gebeuren dat er een onze kant op komt waaien. Dus het was gewoon gevaarlijk. Ja, natuurlijk zeggen ze dat. Is alleen niet waar. Die bomen die waren niet dood. Ik heb hier boomdeskundigen gehad die zeiden van zo'n storm, die overleven die bomen nog wel. Ook buurman Rien van Linschoot heeft een rapport. Daarin staat dat de bomen dood waren. Hij stuurt de rekening voor het kappen van de bomen naar Rob Crawford. En die heeft op zijn beurt aangifte gedaan bij de politie.